Goedemorgen, ik zit hier in mijn vaste setting. Ik zie er natuurlijk super moe uit. Maar dat komt omdat ik heb het zo druk gehad dat ik deze hele week eigenlijk niet gevlogd heb. Wel echt een fantastische week gehad. Ik wilde tussendoor iedere keer graag vloggen, maar dan kwam dit er weer tussen. Dan kwam dat er weer tussen. Dan hadden we echt, we hebben enorm veel telefoontjes gehad. Het was eigenlijk een beetje gekkenhuis. En ik moet heel eerlijk bekennen, ik moet wel weer even wennen. Gewoon aan, eerst was ik natuurlijk, had ik alle tijd om te leren bijvoorbeeld. Of om dus vlogs op te nemen. Of dat soort dingen. Dus ik probeer wel heel actief te zijn op social. Maar dat is natuurlijk even tussendoor een berichtje posten. Maar ik moet natuurlijk ook mijn filmpjes opnemen. Maar ik heb zoiets leuks wat ik echt met jullie wil delen. Maar daar kom ik zo meteen mee. Wat ik even wilde vertellen over deze week, wat voor mij heel speciaal was. Ik heb vorige keer zoveel lieve berichtjes van jullie gehad. En ook de vraag wat heel veel nieuwsgierige mensen, wat er dan in het verleden dan gebeurd is. Want ik vertelde natuurlijk dat ik het niet makkelijk heb gehad. Er is niks dramatisch gebeurd in de zin, ik ben niet mishandeld of whatever. Althans, fysiek niet. Ik wil ook zeker niet een verkeerd beeld schetsen. Maar ik heb in het verleden ben ik met iemand samen geweest. Vanaf mijn 16e. En dat is natuurlijk een tijd dat je je normaal gaat ontwikkelen. En van alles gaat doen. En dat is bij mij een beetje achtergebleven. Ik ben 9 jaar samen geweest met iemand. En in die tijd, ja, ik ben eigenlijk, in plaats van dat ik ben ontwikkeld en gaan groeien, ben ik eigenlijk een soort van juist een beetje neergaande spiraal gegaan. Heel veel verhuisd. Ik heb in Rijswijk gewoond. Ik heb in Amerongen gewoond. Ik zou naar Doorwerth verhuizen. Ik ben heel veel verhuisd. Terwijl ik eigenlijk tot mijn 16e bij mijn ouders op hetzelfde adres heb gewoond. Dus van nooit verhuizen naar, ik denk dat ik wel zeker wel 5-6 keer verhuisd ben. Was wel altijd met doel om erop vooruit te gaan uiteraard. Maar het ging wel steeds verder van mijn eigen omgeving af. Moet ik zeggen, als mijn huisje naar mijn zin is, dan maakt de omgeving mij niet heel erg veel uit. Maar als je dan minder naar je zin hebt, dan krijg je wel weer meer behoefte aan je vertrouwde. En dat gebeurde bij mij. En ik had die eager om me te ontwikkelen en om beter te worden. En daar werd ik eigenlijk wel heel erg in geremd. Ik kreeg heel erg het idee dat ik niks was. Ik had ook eigenlijk niks. Ik raakte alles en iedereen om me heen kwijt. Ik zat de hele dag thuis. Ik was uiteindelijk huisvrouw. Terwijl ik echt bij hele leuke dieren speciaalzaak heb gewerkt. Echt mijn familie, die mensen. Ik heb nog met bijna iedereen nog contact. En dat voelt ook gewoon nog steeds heel goed. En daar voelde ik me echt fantastisch in die tijd. Omdat ik daar gewaardeerd werd. En dat was voor mij heel erg fijn. Maar ik ben iemand, ik hecht mij aan mijn partner, aan mijn persoon. En ik ben een soort ouderwets. Dat als ik een keus maak, dan heb ik die keus gemaakt en dan blijf ik daarbij. Zo was ik in ieder geval. Ik dans heel snel naar de pijpen van een ander. Dat verwachten mensen niet van mij, maar zo ben ik dus wel. Maar als je dan ook nog eens iemand bent die niet aangeeft wat ze wil, dan uiteindelijk word je iemand hoe een ander je wil hebben, maar niet hoe je wil zijn. Klinkt heel ingewikkeld. Daarom kan het nu bij Menno en mij af en toe onwijs knallen, omdat ik weet wat ik wil en hij weet wat hij wil. En weet je wel, zo. Maar daar komen we altijd uit hoor. Dus dat is altijd goed. Alleen altijd direct en eerlijk naar elkaar zijn kan soms een beetje strubbeling geven. Maar uiteindelijk geeft het wel heel veel duidelijkheid. En heb je niet zoiets van, hè, wat? Hoe bedoel je? Dat snap ik niet. En had het al gezegd. Dus dat heb ik door de jaren heen geleerd. Maar als jij 9 jaar lang op een bepaalde manier leeft, volgens de wens van een ander, en jezelf helemaal naar de bodem brengt, zeg maar, en je bent niet meer dan een voetveeg. En je gaat dat uiteindelijk geloven. En dat is dan nog hetgeen wat mij het meest boos maakt als ik erover nadenk.
dan denk ik nu altijd, dat gaat mij niet meer gebeuren. Daarom vond ik het ook heel heftig dat ik in de coronatijd geld aan Menno moest vragen. Terwijl we zijn getrouwd en iedereen zegt, joh, wat doe je nou moeilijk? En Menno, die bedenkt helemaal, doe niet zo achterlijk. Maar ja, dan gaat het toch moeilijker. En dan moet je, weet je wel, dus dat was voor mij een hele brug waar ik overheen moest. Dus in de coronatijd ben ik nog meer ontwikkeld en nog meer gegroeid. En het hele HBO-verhaal laat zien dat ik niet gek ben. En dat ik echt wel weet wat ik doe en wat ik kan. En weet je, dus mijn passie heeft zich in de... Dat is nu inmiddels al 13 jaar geleden overigens bijna, deze zomer. Ik heb prachtige meiden hoor. En daar ben ik super blij mee, super trots op. En ik zou het zo nog een keer doen. Alleen zou ik het iets anders aangepakt hebben. Dus dat even over dat hele melodramatische verhaal van toen. Ik verder prima hoor. En de meiden daar gaan hartstikke goed. Het contact is weg. Niet mijn keuze overigens. Dat hebben ze zelf. Dat is hun eigen wens. En die behartig ik. En op het moment dat ze weer contact willen, dan is dat allemaal oké natuurlijk. Dus dat over mijn verleden. Even in een notendopje. Verder, wat ik jullie wilde vertellen. Deze week heb ik echt een fantastische week. Ik had iemand... Die gaat starten weer met behandelen bij mij. En ik denk, die naam die zegt me iets. Ze zei, ja, ik ben ook al een keer geweest. Maar toen moest ik een trap op. Ik denk, dat is in mijn allereerste bedrijfsruimte geweest. Toen ging ik kijken in mijn alleroudste administratiesysteem. Is die mevrouw bij mij geweest? Januari 2011. 10 jaar geleden. En die mevrouw is bij een cosmetisch arts geweest. En die is daar geniedeld met microneedling. En die had zoiets van... Die zag me altijd mijn nieuwsbrieven gewoon voorbij komen. En die was zo enthousiast. Die zegt, weet je wat, ik kom bij jou. Ik heb daar gewoon zoveel vertrouwen in. We hebben een huidscan gemaakt, heerlijk gekletst. En het is zo leuk dat iemand na 10 jaar terugkomt. Dat geeft me echt wel een goed gevoel. Gisteren had ik mijn laserdag. Echt fantastisch. Daar word ik ook echt super blij van. En toen had ik ook weer iemand die al 5 jaar niet meer bij mij geweest is. Of 6 jaar geloof ik, dat 2015. Dus dat januari 2015, dus 6 jaar geleden. Dan denk ik, wauw. En ook zoveel nieuwe klanten hebben moeder en ik deze week mogen ontvangen in de praktijk. En dat geeft zo'n onwijs goed gevoel. Dus Menno zei al, misschien zijn er heel veel praktijken omgevallen. En dan gaan we vragen aan die mensen, maar nee. Mensen die hebben gewoon zoiets van, ik zie leuke dingen over jullie en hup en een vrouw en man en die komt en die. Dus het is echt, echt zo leuk. Maar dat was nog niet alles deze week, want Emma heeft deze week bij mij een wimperlift gedaan. En ik heb mijn wimpers nu niet gekruld. Wel mascara erop, maar echt, ik ben er heel blij mee. Dat was de eerste keer dat ze deed, stoere meid, gewoon huppakee, gewoon doen. Echt heel leuk. En dat was een hele leuke toevoeging. Ik heb heel veel bestellingen gekregen. Maar Toscani die had wat vertraging. Dus het is nu zaterdagmorgen. Ik heb gisteren heel laat de Toscani levering binnengekregen. Dus die ga ik straks allemaal versturen. Dus sorry voor de mensen die daarop zitten te wachten. Maar ja, wij zaten gewoon ineens... omdat door de drukte hebben we heel veel verkocht en we gingen bestellen. En daar zat een kleine vertraging in. En de SPF's van Toscani gaan mega hard. Vooral de SPF 50 en de 30 gaan heel hard. Omdat die bij Image een beetje niet zo prettig zijn. De matten van Image zijn ook weer binnen. En de tinted. Die komen straks binnen tussen de middag. Dus ik ga zo naar de praktijk dat allemaal nog eventjes regelen. Dus daar zat helaas wat vertraging in. Ik heb een hoop nieuwe volgers en een hoop nieuwe abonnees. En dat komt door een hele lieve collega Delia. Velen van jullie kennen haar misschien wel. Zij is heel erg bekend op social. Het is een echte YouTuber. Echt een powerwoman. Echt niet normaal. Hij heeft een eigen productlijn is ze aan het opzetten. En daar heeft ze een hele mooie start mee gemaakt. En daar wilde ik jullie even iets leuks voor delen. Namelijk... Ik heb dit pakketje ontvangen van Delia. D-Skin bij Delia. En D-Skin is dus haar nieuwe merk. Haar eigen merk. Hoe stoer is dat? Dat je gewoon je eigen merk opzet. Maar wat heeft ze nu gedaan? Ze heeft iets opgezet. Want zij werkt ook met Image Skincare. En zij heeft iets gemaakt. Iets ontworpen. Wat
een hele mooie toevoeging is aan die producten. Ik ga het jullie nu laten zien, maar ik ga nog niet heel uitgebreid erop in. Want ik weet ook nog niet de details. Maar wat heel leuk is, zij heeft maar 25 exclusieve praktijken die mogen starten met die skin. Er waren enorm veel aanvragen bij haar van praktijken, salons die wilden starten met die skin. En ik ben een van de 25. Dus ik voel me alleen daarom al onwijs vereerd dat Delia mij heeft uitgekozen. Ik ga het jullie even laten zien. Kijk eens wat ik heb ontvangen. Super mooi. Het zijn in totaal 6 kitjes. En in die kitjes, ik laat er eventjes eentje zien. Bijvoorbeeld de Skin Glow Kit. Nou, wat is dit nou? Moet je kijken. Het ziet er toch super leuk uit. Ze heeft het echt zo mooi gemaakt. En daar zitten 6 producten in. Ik krijg er ook een heel mooi setje bij. Dat is een kommetje met swabs. Sponsjes van Delia zitten erbij. Want wat zijn dit nu? Al die kitjes. Ze heeft een lightening, oxygen, collagen, skin purifying, skin repair. En dit is de Skin Glow Kit. Er zijn 6 verschillende kits. Daarmee kan je ook een kuur thuis doen. Als je geen praktijk in de buurt hebt. Ik heb heel veel mensen die mij volgen die niet in de buurt zijn. Die balen dat ze niet behandeld kunnen worden. Dit is echt de oplossing. Kijk, er zit hier. En dat is niet alles. Want dan til je dat eruit. En daar zit nog meer in. Ik ga het jullie echt demonstreren. Maar ik moet eerst nog sowieso de uitleg krijgen. En ik moet nog de huidscan maken na mijn 4 TCA peels. Dat is natuurlijk omdat anders mijn eigen kuur in vaarwater komt. Of mijn voor- en na-foto's. En dan daarna dan kan ik weer met die skin. En dan kunnen jullie de resultaten daar weer van zien. Maar er zit dus een hele mooie handleiding bij. Uitgelegd wat het doet. Maar iedereen krijgt dus gepersonaliseerde kits samengesteld. Althans, je krijgt dan een opbouw. Bijvoorbeeld een kuur thuis. Dat je begint met de, ik noem maar even iets hoor, de oxygen kit. En daarna ga je over op de glow kit. En dan, hè, dan ga je naar de lightning kit. Dus je gaat dan ergens naartoe werken. Dit zijn dus echte home peels met paramedische ingrediënten. Het zijn dus hoogwaardige ingrediënten. En er zit echt van cleanser tot crème. Alles zit erin, inclusief peelvloeistof, de uitleg, de begeleiding van mij uiteraard. En dit is zo mooi. En ik mag deze dus gaan testen en ik mag deze gaan verkopen. Dat heeft nog even tijd nodig, want Delia die is natuurlijk eerst alles aan het uitzetten. We moeten nog de training en de uitleg gaan krijgen ervan. En ik moet natuurlijk eerst zelf ervaren, maar ik heb het allemaal al bij haar gezien. Het is echt super mooi. Is het een vervanger voor de behandeling in de praktijk? Nee, want wij werken in de praktijk uiteraard met veel hogere waardes. Maar als je nu in een kuur zit, ondersteunt dit wel en zorgt dat je een nog hoger resultaat krijgt. En als jij echt zelf thuis gaat kuren, kan je wel een veel mooier resultaat bereiken dan als je helemaal niet naar de praktijk gaat of gewoon alleen een gezichtsbehandeling laat doen. Dus dit is ook heel mooi. Als je niet bij mij in de buurt zit, dan kan ik je uiteindelijk een heel gepersonaliseerd behandelplan geven met de D-Skin peels. In combinatie met de Toscani en de Image producten die je eventueel al gebruikt. Dus het brengt je echt naar een super mooi niveau van de huid. En ik ben echt, echt mega enthousiast. Het is echt een heel mooi product. En iedere kit die ik ga gebruiken, ga ik uiteraard filmen. Ik ga de resultaten met jullie delen. En ik ga jullie per kit uitleggen wat het doet. Maar dat heeft echt nog even tijd nodig. Ben je nu nieuwsgierig? Kan je natuurlijk op Instagram alvast die skin gaan volgen. Die skin bij Delia. En dan kan je al de informatie daarvan zien. Maar ik ben in ieder geval vereerd dat ik dit mag doen. Dan heb ik nog een wat leuks erbij voor alle mensen die gek zijn op dieren of die dieren hebben.
Ik heb natuurlijk jarenlang, echt sinds 2000, werkte ik al in de dierenbranche. De dierenspeciaalzakenbranche. Ik heb me gespecialiseerd in voeding. Later ben ik me gaan specialiseren in suppletie. Velen van jullie weten dat ik zelf ook een hond, een kat en een pony heb. En een goudvis. Maar ik heb ook jarenlang bij een fantastisch bedrijf gewerkt, genaamd Animal Health. En daar verkochten we allemaal supplementen en gezondheidsproducten om dieren gezond te houden. Of weer beter te maken als ze klachten hadden als jeuk of als pollenallergieën, vlooienallergieën, fysieke problemen. En voor hun, omdat ik nu natuurlijk zo onwijs veel vlog en daar gewoon nog hartstikke veel kennis van heb, ga ik voor hun vloggen. En ga ik voor hun de informatie delen via een ander kanaal en via hun kanaal. Dat is puur voor dieren. En ik heb een Instagram pagina aangemaakt, Sabrina/puurvoordieren. Dus ik zou zeggen, ik zou het hartstikke leuk vinden als je me gaat volgen. Als je er iets mee hebt, heb je er niets mee. Even goede vrienden uiteraard. Ik heb net ook iets heel leuks. Maar dat kan ik nu niet met jullie delen. Ik heb namelijk een koffiezetapparaat gekregen voor mijn verjaardag. Maar wat voor een. Echt een enorm. Ik ben gek op mijn haver cappuccino's. En nu heb ik een fantastisch apparaat besteld bij de Mediamarkt. En die krijg ik van mijn ouders en van Menno voor mijn verjaardag. 30 maart ben ik jarig. Dan word ik 38. En ik krijg nu een fantastisch koffieapparaat met een geautomatiseerd melksysteem. Met bonenmalen. Dus ik heb gewoon mijn eigen baristaatje zo in huis. En die kunnen we eind van de middag ophalen. Dus hebben we zin in, hè Tom? En kijk eens, hij is ook naar de kapper geweest. Oh, nu zit je haar wel heel strak, hè? Net de gel erin gedaan. En vorige week zondag moest Tom naar de teststraat. Want we hebben Tom laten testen op corona, hè? Ja, hè? Ja. En hij was heel stoer, hoor, moet ik zeggen. Hij was echt heel stoer. Maar een beetje niet in ging huilen. Ja, maar je was ook stoer. Als je huilt, ben je ook stoer. Want hij ging eerst met een stokje in zijn keel. En toen ging hij met een stokje in de neus. In je neus, hè? En toen kreeg hij een hele mooie diploma, kreeg hij. Een dapperheidsdiploma, omdat hij zo heel erg stoer was. En daarna gingen we naar de McDonald's. Gingen we een ijsje halen. Want Tom, die had zaterdag buiten gespeeld. 'S Ochtends, in zijn pyjama. En wat gebeurt er dan? Dan krijg je snotten. Dan krijg je snottenbellen. Dus zondag werd Tom wakker. En toen was hij aan het niezen en aan het snotteren. En toen begon hij met hoesten. En toen was het, ja oké, okay, moet hij nu getest worden of moet hij niet getest worden? Ja, nou ja, het was als je hem niet laat testen, mag hij pas naar school als hij 24 uur klachtenvrij is. Nou, hij is nu nog verkouden, dus dan had hij nu al de hele week thuis gezeten. En ik had thuis moeten blijven. En eigenlijk de rest ook. Ik denk, ja, dat gaat hem niet worden. Of een negatieve test en dan mocht hij naar school. Dus toen hebben we besloten, niet doen. Toen hebben we besloten hem maar te testen. Hè? Gaan we niet meer doen hoor. Maar we hebben hem laten testen. En het was gelukkig een negatieve test. Maar hij was wel heel knap en stoer, hè? Ja. Dus en toen mocht hij gelukkig weer naar school toe. En toen kwamen we op school. Toen liepen er allemaal kinderen met snottenbellen. Dus dat was een hele bittere pil voor mij. Ik heb ook met de directie gesproken. Want ik was er totaal niet mee eens. Weet je. Ik was not amused, ja. Nou, ik was tegen hun. Ja. Zeg maar tegen hun. Ze kijken. Nou, we kwamen op school en toen waren alle kinderen al aan het buiten spelen. Toen waren alle kinderen al aan het buiten spelen. Tegen de tijd dat wij de negatieve test kregen, was iedereen aan het buiten spelen. Hè? En iedereen liep met snottenbellen. Dus het was echt heel irritant. Maar oké, okay. In ieder geval, dat hebben we ook weer gehad. Dus... Het is ook zo'n mafkees. Ik ga nu snel afronden. Ik ga dit naar Nicolien sturen. Ik ga naar Noordwijk. Want ik ga de pakketjes klaarmaken en verzenden. En we gaan nog wat dingetjes ophangen. Boodschappen doen. En mijn koffiezetapparaat halen. Dus, en ik ga dadelijk nog bellen over de vlog. Want we gaan deze maken over staart- en maaneczeem bij paarden. Dus dat moet ik ook nog doen.
Maandag blijf ik thuis, ga ik niet naar school. Maar ik ga wel leren, want de 22e heb ik mijn eerste kennistoets met open vragen. Dus dat is allemaal heel erg spannend. Dus wij gaan papa roepen. Dan drink ik even heel snel mijn koffie op. En dan gaan we aan de slag voor de rest van de dag. Dus wij wensen jullie een heel fijn weekend. Nou, zo zie je er toch gek uit. Wij wensen jullie een heel fijn weekend. En tot de volgende week, toch? En wat zeggen we dan? Doei!